Ik heb nog niks te dragen. Loop van.
Ja, we gaan een rondje om de wereld. Voor een nieuwe open podium. Een rondje om de wereld kunnen we ook doen. Laten we die als eerste doen, want we zijn allemaal een beetje... Kijk, en reden is het aan het voordoen. Dan ga je dus eigenlijk elke keer een been naar de andere kant. We zijn allemaal even te krijgen. Ja, ga je die been eens naar die kant doen. Want dan zit je zo meteen opzij. Dan doe je de teugels, laat je los. En dan ga je deze been. Daarmee dan niet je pony schoppen. Goed zo. Ja, en dan ga je deze been eens naar deze kant doen. Zo doen. Waar is nou het hoofd? Goed zo. En nog een rondje. Je maakt een nieuw rondje, dus deze been moet weer deze kant op. En deze been schoppen. Ja, keurig. Ja? En nog een keer. En dan nog een keer de been terug, zonder de paard te raken. Ja. En kun je dan ook een rondje de andere kant op? Ja. Oké, elke keer proberen. Goed, je been eromheen. Zonder je paard te raken. Dat is super lief. Maar een andere pony die denkt dan, oh wat doe je nou? En Bobbelie, zo meteen ook onderlangs. Oh, die was even goed vast. Je zit nog en ik kan hem vastgehouden. Ik heb gewoon zo hoedje. Ja. Als je wil mag je best nog een rondje maken. Doe maar een mooi rondje. Ja, goed zo. Goed die voeten tillen. Ja, dat gaat keuren. Ja. En nog een keer. Super goed. Ja, hé. Hey. Ja. Lekker hoor. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Ik moet door. Ik heb het rustig gedaan. Ze hebben me laten zien. Oké, die kop ik wel meteen ze vast te pakken. Nou, we rijden allemaal rondjes om die ponies. Ja? Ja, gaat het nog? Hoe zit het daar allemaal? Ja, ik weet niet. Wat is nog leuk om te doen? Ja, nu. Ja, 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 daar komt hij hoor, daar komt hij, de goede vraag. Hoe lang hebben we? Ik weet het niet, wat willen jullie? Ik zie heel veel paarden. Ach man, hou je mond jij. Ja, die grote die hebben ook een soort voorsprong, hè? Want dat zijn ook grotere ponies met snellere benen. Ja. Ja, meer. Kijk, geef die een soort kleine voorsprong. Gaan we dat nog een keertje proberen? Goed, met z'n allen tegelijk. Ga maar. Ja, kom maar, Son. Nee, gaan we het eens een keertje anders doen? Gaan we het eens een keer een stap doen? Nee, dat ook een keertje een stap. Wacht, ja. Staat niet recht. Even wachten nog, even wachten. Oh, oh, oh. Kellas is nog niet eens omgedraaid. Zet ze nog even stil aan die ponies. Ja. Ben je klaar voor de start? Ja, stukje stappen. Stukje stappen. Ik wil ze niet zien draven, diegene krijgt een strafpunt. Oeh, strafpunt. Oh, even wachten, we kunnen met z'n allen. Hij staat niet in de teugels vast.
Ja! Leuk! Ja, maar helemaal keurig. Ja, gaan we uitstappen? Moet ik nog meer? Even een vraag hoe het gaat. Gaat het goed? Ja. Oh, we gaan de pony's uitstappen. Kijk, we gaan uitstappen. We gaan eruit. We gaan eruit stappen. Wat gaan we doen dan? En met uitstappen mogen die pony's lekker een lange teugel. En die moeten hebben natuurlijk. Oh, ze mogen uitlopen. Dus die mogen pony's mogen met een hele dikke knuffel. Oh, knuffelen. Ik ben gek op knuffelen. En jullie hebben het over hartstikke keurig gedaan. Super, super goed. Ja. Dat mag er zadel blijven liggen. Dan doe je namelijk eerst die voet er nog uit en dan daarna ga je pas naar de grond. Dus eerst iedereen nog erin houden. Die voet eroverheen. Op je buik. Ja. Lig op je buik. Even je voet erover. Liggen, liggen, liggen. Die voet eruit. Die voet eruit. En dan glij je. Ja. Super. Dan sta je ernaast. Lieve, waar moet je hem dan heen brengen? We gaan hem nu naar zijn stalletje brengen. Want die pony's hebben hartstikke hard gewerkt. Die mogen eerst nog even naar stal en daarna gaan ze terug naar de wei. Goed? Ja, ik wil snel stal. Iedereen eraf? Ja, keurig. Doen we even. Even wachten. Bas denkt, ik weet waar mijn stal is. Kijk, doe hem even zijn zadel een stukje losser. Dat vindt hij ook wel heel lekker. Zit de hele tijd vast op zijn buik, hè? Maken we een beetje losser, zo. De rest ook klaar. Zo. Ja, hij was in de slag in, dus we doen het. Hij zag een maagvol vertrekken. Ja, hoe zag je het? Niet wild. Geef mij geen idee. Gewoon loop je zachtjes met hem mee. Ja, zo. Ja, zo. Supergoed. Leg die maar op de tafel daar. Kun je hem wel even neerleggen.
En dan bij Bas moeten we even de riempjes losmaken van zijn hoofdstel die los moeten. Kijk, aan deze kant. En dan moeten de riempjes gaat los, heel makkelijk zo los die onder zijn kin zitten. Nou, dus deze en dat onder zijn kin, die mag ook los. Deze moet los, zijn neusriem. En deze moet los, zijn keelriem. Begin hier bij die. Lukt dat? Kijk, je moet hier aan trekken en die moet je duwen. Die trekt dus. Ja, hier ga je deze proberen. Zie je, die is los nu. Laat maar zitten. Ja, goed zo. En deze. Ga je gewoon het gespje losmaken. Bas denkt, oh wat lekker, mijn hoofdtelletje gaat wat. Die maakt het extra moeilijk, die gaat lekker zitten schudden. En kijk eens naar de kleine babbel. En duwen, dat zilver. Zo even duwen. En aan de zijkant duwen. Ja, je hebt hem. En dan haal je hem naar beneden, dat gespje. Zie je het gespje van het hoofd? Dat is zo los. Bas schudt, ja, zo moet het. Je doet het goed. En dan gaan we Bas dus een stukje meenemen, want daar moet hij naar binnen, zie je, waar Wurfgroent ook naar binnen gaat. Ja, die moet daar pas al, want anders dan heeft hij nog heel veel tijd om te zien. En dan heeft hij misschien wel een ander. Lukt het? Nee. Zo neem je hem mee. Zo, en dan voor de deur zet je hem nog even stil. Kijk, en dan doen we alvast de deur op een keertje. En dan doe je dus hierboven, pak je die teugels en dat stukje hier tegelijk vast. Haal je eraf. En dan doen we Bas naar binnen helpen. Kijk, daar gaat hij. Zo, nee. Gaat hij naar binnen, dat regelt hij zelf. Hij denkt, ik ben weer mijn vrienden. Zo, lekker allemaal vers hooi. Ja, een schoon stalletje. Ja. En dan moeten we alleen nog het bit schoonmaken, want die heeft in zijn mond gezeten, yes. Toch? Ja. Ga je die vastpakken? Gaan we die eens schoonmaken, kom maar. En dan moet alleen dat zilver in het water, dat zwarte niet. Dus doe je die riempjes zo een beetje omhoog. Zo. Dan gaat het een beetje sneller stuk van. Kijk. Pak je hem zo hier vast. Eén hand hier en met de andere hand doe je zo in het water even een beetje schoonmaken. Zo. Oh ja, dat is klaar. Ja, kijk zo. Het touwtje moet je even schoonmaken. Hey Topper, hoe vond je het? Leuk. Ja, leuk hè? Ik wil nog even een boterham eten. Ik heb alles in de tas. Jongen, jongen. Lekker hoor. Ja, hé. Hey. Ik ga nu naar kittens. Oh ja, die kittens heb je ook nog gezien hè? Ja, die heb je ook nog gezien. Maar kijkers komen vanzelf langs zo meteen. Nou, de ponies die gaan lekker... En erbij? Ja, weet je. Oh, die poes! Ja. Die poes die zit natuurlijk wat. Dan komen er nog meer aan, Bobby. Kijk eens. Ze rennen helemaal. Waar is die poes? Er zit ook ergens kittens nog. Zo. Kijk hier, mama poes. Nee, dat is... Dat is papa. Nee, het is broertje. Broertje? Ja. Voor mama al het tweede nestje. Oh, kijk aan. Ga eens kijken. Mama heeft groene ogen. Oké. Okay. En hij heeft blauw en... Deur dicht. Kijk. Ja. Ja, oh, leuk zijn ze die keer. Hoeveel zijn het er niet? Drie, hè? Drie zijn het er. Ja? Oh. Lief zijn ze. Je baby's worden niet gekocht. Je baby's worden niet gekocht. Dat is Bumper en dat is Brommer. Oh, oké. Okay. Zijn oudere allemaal... broer heet Scooter. Oké, okay, nou Scooter. Brommer en Scooter, ja. Ja. Scooters! Leuk, hè? Hé, hey, Wobbly. Hé, hey Bobbeli, wat gaat er gebeuren? Kittens. De kittens wat? Kittens pakken. De kittens komen eraan. Oké. Okay. Ja. Jullie zitten allemaal op een rij voor de klaar voor de kittens. Hé, hey, mami. Ja, daar komt mama aan. Die denkt, nee, mijn kittens mogen niet weg. Nee, daar komt mama aan. Kijk, kijk zie eens je? Even. Oh. Wil je hem gewoon zachtjes een beetje op schoot houden?
Zachtjes vasthouden. Leg je een beetje op je arm zo. Lieve. Beetje je hand onder je billen. Die kitten die denkt natuurlijk ook, waar ben ik? Ja, met een roze jasje. Goed vasthouden. Kijk, want ze beginnen nu ook een beetje ouder te worden. En dan willen ze ook een beetje klimmen. De oogjes zijn open. Ja. Gewoon even op schoot. Even elkaar een kijk eens eventjes. Leuk, ja, rood. Ja, vind ik wel leuk. Oh, beetje ja, goed zo. Meisje, leuk. En wat zijn het allemaal, jongetjes of meisjes? Dat is een meisje en dit zijn twee jongens. Oh, dat weet je al. We weten nog niet helemaal zeker. En dat is het grote van. We hebben ook baby's. Allemaal een kijk, kat. Kijk, allemaal een kat. De mama erbij. Tjonge, jongen. En de grote broer. En de grote, alles. Nee, dit is de grote broer. En waar is dan de papa? Nee, oh nee, grote broer en mama. En waar is de papa dan? Ga maar rennen. Ja, ja, ja. Die is ja. Uit de buurt, die is nog even buiten spelen. Ja. 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 Maar zijn, is het, ik denk dat het dezelfde papa is. Nee, we gaan eerst even deze. Kijk, nou, Ray heeft even dat een groot hoor. Dat is de grote broer. Oh, je denkt al, wat over op mij. Ja, schattig, hè? Schattig, hè? Ik heb wel, die kleine is die. Ga maar lopen. Kijk, Ray krijgt ook een kleintje. Goed zo. Ja, dat is een meisje die nu weg is. Kijk, wat zijn ze leuk, hè? Je hebt nu een andere. Ja, ik heb nu een ander. Dit is een meisje. Ja. Wat lief, hè? Ik schrok echt. Ik dacht dat zo'n babypoesje was die naar me toe rende. Dat hebben wij ook allemaal gehad, hè, thuis. Ja. Scooter. Nee, dat is voor... Mijn is nog kleiner. Scooter en Furby zijn. Hij wil één schoonte. Dit is het zwarte vlekje is een beetje het kleinste. Ja. En het vrouwtje. Ja, dat is dus waarschijnlijk een meisje. Goed, dan is er binnen. Ja. Nou. En zag je oh, dat is goed. Als zo jij even. Ja, dit is gesprek. Ja, dan is het te klimmen en klauteren. Ja, dan gaan we ons toch houden. Dus, daar zijn ze ook niet. Lekker wat drinken na al dat paard. Oké, we zijn nu klaar bij... Ik vond het tenminste heel leuk. Vond jij het ook leuk? Ik vond het superleuk. We waren dus... Enjoy. En we hebben een hele leuke dag gehad. Het was prachtig weer. Ja. En wie weet voor een volgende keer, hè? Ja, ik ben heel benieuwd of jullie er nog een volgende keer komen. Ik denk het wel. Ik hoop dat jullie dan ook naar ons kijken. Tot de volgende keer. Doei doei! Doei.